Heeft u ook nog een interruptie van de heer Bosma? Voorzitter, de heer Mohandes haalde net wat oude herinneringen op uit een eerdere periode dat hij in de Kamer mocht zitten. Ik zit nog langer in de Kamer dan hem. En al 15 jaar zeg ik hetzelfde. En dan zeg ik, dit programma voldoet niet aan de mediawet. En dat is politiek gekleurd, et cetera. En de reactie van eigenlijk alle leden van de commissie al 15 jaar lang is hetzelfde. En de bewindspersoon ook zegt, ja, we gaan niet over de inhoud. Ik heb meneer Segers, die heb ik speciaal even naar voren gehaald, ooit om de oren geslagen. Want hij begon toen over het programma Dr. Corrie. Dat ging over seksuele voorlichting. En toen begon ik van, hey, maar we zouden toch niet praten over individuele programma's en over de inhoud. Dat was zoals het altijd ging. Toen verscheen Ongehoord Nederland. En de hele Kamer gaat nu los op de inhoud van programma's. En niet alleen op programma's, maar ook een totale omroep die blijkbaar moet verdwijnen. Moet worden kapot gemaakt. Kan de heer Mohandes, die een intelligent mens is, mij eens uitleggen waarom de positie van hem en van zijn voorgangers, inclusief Martijn van Dam, 180 graden gedraaid is? Hij hoeft zich niet uit te laten over de rest van de mediacommissie. Maar hoe kan het dat het altijd not done was om te praten over programma's, individuele programma's en over de inhoud, maar dat we nu wel hier een hele omroep wilden kaltstellen? Wat is er met jullie gebeurd? De heer Mohandes. Nou, met mij niet veel. Ik sta nog steeds qua opvatting over het niet recenseren van programma's, daar sta ik nog steeds volledig achter. Wat we in 2015 hebben besloten, en dat weet de heer Bosma natuurlijk heel goed, en dat noemt hij niet in zijn interruptie mijn kant op, juist om te voorkomen dat, dat bent u wel, een van de grootste, via uw voorzitter, een van de grootste Sinterklaasjournaal recensisten, en zo heeft u nog meer programma's gerecenseerd. U zit al 15 jaar in de Kamer. Nou, wie weet wat de toekomst nog brengt, meneer Bosma. Maar wij hebben samen, u ook, ingestemd met een onafhankelijk instituut, en dat heet de NPO-ombudsman. Dat was u helemaal voor. Juist om te voorkomen dat wij elke keer bij elk incident als Kamer moesten beslissen. Er is een NPO-ombudsman die heeft voor de zomer een rapport geschreven over wat deze omroep allemaal niet goed doet. Er komt een sanctie uit. Het kan zomaar zijn dat, aangezien er een nieuw onderzoek is aangekondigd door de NPO-ombudsman, er weer een sanctie uitkomt. Dan is er de wet, meneer Bosma. En wij zijn hier wel met elkaar controleur van de regering om te kijken of die wet voldoet ook richting dit type nieuwe omroepen. Dus daar gaat het om. En u was ook voor die NPO-ombudsman. Dank u wel. De heer Bosma voor een vervolgvraag. Ja, voordat ik wist dat die mevrouw natuurlijk aan één oog blind is, dat ze maar alleen maar een linker oog heeft. En die mevrouw die zegt, dingen die ik bij Ongehoord Nederland zie, zie ik ook bij andere programma's, dubbele punt. Journalisten die niet doorvragen, meningen die als feiten worden verkondigd, mensen die zonder weerwoord mogen leeglopen. Ik hoor steeds meer van kijkers, we geloven jullie niet meer, jullie missen signalen. Het ongemak over de journalistiek wordt urgenter. Dus ze valt de hele NPO aan. Dan denk ik altijd, ja, meneer Mohandes die staat pal voor wat zijn fractie al 15 jaar verkondigt. We praten niet over de inhoud van programma's. Wat doet de heer Mohandes niet hier vandaag? Die wil zelfs een hele omroep weg hebben. Dat is toch wel ongelooflijk. Dat is een draai van 180 graden. U verschuilt zich nu achter die ombudsmevrouw met één oog. Maar waar het op neerkomt is dat uw fractie gewoon 180 graden draait. Dat snap ik, maar wees daar gewoon eerlijk over en geef dat gewoon toe. Nee, voorzitter, iets preciezer. Ik begrijp het betoog van de heer Bosma enerzijds, maar het is niet volledig. We hebben met elkaar juist in 2015, motie Ton Elias, ervoor gezorgd dat er een NPO-ombudsfunctie in het leven is geroepen. En als er omroepen over de schreef gaan, dat heeft u nog zelfs in een interruptie met de heer Elias gezegd, dan moeten we kunnen ingrijpen. Mijn voorstel geldt voor alle omroepen. Ook voor omroepen die niet Ongehoord Nederland zijn. We doen dit voor iedereen. Het moet duidelijker, het moet strenger. En als een omroep twee keer een gele kaart krijgt, dan kan de rode kaart worden getrokken. Daar dient de wet voor. Zo is het. Zo zuiver is het. Ik werp verre van mij dat wat de heer Bosma doet, bijvoorbeeld richting een Funix, zeggen, nou, er luisteren alleen allochtonen naar. Waarom hebben we dat eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk totale, dat is natuurlijk een hele gekke redenering om op die manier programma's weg te zetten. Dank u wel, meneer Anders. We redeneren hier vanuit de wet kort en bondig te antwoorden. En vanuit de functie van de ombudsman. Dank u wel. De heer Segers voor een interruptie. En nogmaals het verzoek om en de interrupties toch wel een beetje